En dadelijk is het gewoon 7 uur en dan stopt het. En dat is zo'n vreemd gevoel voor ons. We gaan proberen om hier 750 stuks Kawasaki's uit de polder te trekken. En die worden daar door de notaris geteld. Laat ik het maar toegeven, ik schijt in mijn broek. Ja, dat zegt hij wel vaker. Maar volgens mij vindt hij het stiekem wel tof hoor. Dus, Ja, weet je, het is zo'n dag die je eindeloos ziet aankomen. Waarvan je denkt, van, nou, we kunnen nog één ding doen. Ik mag nog één rondleiding geven. Nou, er komen nog mensen en dadelijk is het gewoon 7 uur en dan stopt het. En dat is zo'n vreemd gevoel voor ons. En in één keer over. De laatste dag van Boymans. En dat mijn kinderen vanochtend zeiden, je papje gaat toch wel mee? Ik zeg, hoezo? Ja, zeg, want over 10 jaar gaan we met je rollator erbij. Ik ben 68, dus nou ja, goed, we gaan dat meemaken. Nee, het is een beetje weemoed ook. Het is een heel dierbaar museum waar ik al 60 jaar kom. Dus zo lang is dat alweer, ja. Maar het gaat dus 7 jaar heel anders zijn. Hè? We kunnen niet meer zelf ontvangen. We doen het via de buren, we doen het op scholen. We zijn in het buitenland actief. Allemaal hartstikke leuk. Maar het is toch net een tikje anders dan dat je hier de regie hebt, dingen mooi ophangt, listen verzint om het gebouw open te houden, water kunt wegpompen en allerlei leuke dingen te doen hebt die gewoon bij het museum leven horen. En dat stopt nu. Wat heeft u op het oog voor de uitverkoop? Nou, ik dacht, nou, ik zag een sjaal, ik denk altijd aan mijn zusje. Dus ik dacht, dat vindt ze misschien wel leuk, maar hij zegt dan weer van, ja, ze moet het ook mooi vinden. Betwijfelen. Maar dat is niet met het oog op de uitverkoop, want dat wisten we helemaal niet. Ach, het leven is elke dag een museum, toch? Heerlijk, toch? Ja. De afspraak is dat we om 7 uur met z'n allen op de binnenplaats gaan staan. Iedereen die in het museum werkt en nog hier is. En dat Ina Klaassen en ik dan als twee directeuren de poort sluiten. En dan snel nog door het kleine poortje naar binnen gaan, een buiging maken. En wat we dan gaan doen, weet ik niet. Waarschijnlijk dozen inpakken. Een spontaan gesprongen waterleiding zorgde zondagmiddag voor veel wateroverlast op de Goudse Rijweg in Rotterdam. De straat kwam voor een groot deel blank te staan en zo'n 250 huishoudens in de omgeving kwamen tijdelijk zonder water te zitten. In het scenario is dat eigenlijk een visserschip de ferry heeft aangevaren. Daardoor is brand ontstaan aan boord van de ferry. De brand was te groot om door de scheepsbrandbestrijdingsteam opgelost te worden. En daarom hebben ze via het kustwacht ondersteuning ingevraagd voor een brandweerteam. De passagiers kunnen eigenlijk van boord door middel van helikopters. Dus dan gaan ze eigenlijk naar het bovenste dek. Daar worden ze van boord getakeld en in een helikopter gehezen. Daarnaast heeft het schip reddingssloepen aan boord die gestreken worden waar mensen in kunnen. En daarnaast beschikt het schip over een evacuatiesysteem. Dat klapt uit. Dat is dan 15 meter lange glijbaan. En daar doorheen moeten de mensen en dan komen ze uit in een vlot. Wat is het doel van de oefening? Ja, er zijn heel veel diensten bij deze oefening betrokken. Normaal oefenen eigenlijk alle diensten afzonderlijk. Dus de kustwacht, de KNRM, de veiligheidsregio. En in deze oefening wordt eigenlijk alles gecombineerd. Waardoor eigenlijk alle processen met elkaar worden beoefend. Dus communicatie, spreken dezelfde taal. Werken we nog volgens dezelfde checklisten, et cetera. Het grootste deel van de passagiers van de ferry komt hier aan. En we hebben hier eigenlijk eerst de opvang ingericht om mensen te registreren, zodat we weten dat iedereen er is. En om ook eerst de medische zorg te verlenen. Dus het noodhulpteam Plus staat hier, maar ook verschillende ambulances en veel medische collega's om de passagiers waar nodig ook eens van zorg te voorzien. Het is natuurlijk best een realistisch scenario dat hier is geoefend. Hè. Je hebt hier 260.000 vaarbewegingen waarbij iets dergelijks kan voorkomen. Dit is dan nog een vriendelijk scenario, maar er kan ook een schip gekaapt worden bijvoorbeeld. Nou, dan is het belangrijk om van elkaar te weten wat je moet doen als er iets dergelijks gebeurt. En dat hebben we eigenlijk reëel geoefend. Maar er waren zeker een aantal verbeterpunten. En welke zijn dat? Het intakelen van nu nog geoefende mensen duurde best lang. En dat zou in de praktijk zou je daar best minder tijd voor kunnen hebben. Verder is het natuurlijk een scenario wat uitgeschreven is. Als je het realistisch doet, dan bouw je pas op als je weet wat er is gebeurd. Dus dan zie je heel veel vertraging in zo'n oefening komen. En dan zou het ook zomaar kunnen dat je niet het juiste telefoonnummer bij je hebt. Dat kan nu niet gebeuren. Dus het is heel goed van elkaar te weten, reëel, wat je in de praktijk moet doen. De mini-klassieker tussen de jeugdelftallen van Ajax en Feyenoord is zaterdagmiddag in Amsterdam definitief gestaakt na ongeregeldheden tussen toeschouwers. Tientallen fanatieke Ajax-supporters belaagden familieleden van jonge Feyenoord-spelers die gezamenlijk aan één kant van de tribune zaten.
De trainers van beide elftallen, John Heitinga voor Ajax en Dirk Kuyt voor Feyenoord, sprongen er direct tussen om de boel te sussen. Waarna beide supportersgroepen weer hun eigen kant op gingen. Of de wedstrijd wordt overgespeeld is nog niet bekend. Doe nou, het is al zwaar, maak het niet nog zwaarder! De groene Vlaringse Broekpolder kleurde blauw dit weekend. Zo'n 300 mensen deden mee aan de 24 uur Marine Bootcamp. Jezelf vrijwillig een etmaal lang laten drillen, afpeigeren, je grenzen verleggen en door de blubber wikkelen. Zo'n beetje iedereen haalde het einde. Het was zwaar, maar het motto is dan ook verbondenheid, kracht en toewijding. Ja, ik zeg tegen de deelnemers, dit was de zwaarste editie die we ooit hebben uitgevoerd. Hij was pittig, maar wat een teams, wat een deelnemers. Ze krijgen dadelijk een kooi, die hebben ze echt verdiend. Wat een verbondenheid, kracht en toewijding hebben die mensen getoond. Respect, super trots. Alle crewleden hierheen! Het laatste gedeelte moesten we tijgeren, dat was het allerzwaarste. Dit moment wat je nu hoort is het moment van euforie, waarvoor ze geknokt hebben, gestreden hebben, waarvoor ze zijn gegaan. Ze mogen de bel luiden als teken dat ze de 24 Hour Marines Experience gefixt hebben. Dit is hun moment. En ik weet niet of thuis rondkijkt, maar leg ze vanavond maar in de watten, want echt klasse. Tijdens de ronde van Katendrecht wordt als vanouds hard gefietst, hard aangemoedigd en hard gedanst. Het geheim van het succes zit dan ook in de combinatie van sport, eten en drinken en cultuur. Ja, dat is natuurlijk ook dat heel dat festival erbij is. Hè? Dus het is echt één heel weekend lang vol in het teken van fietsen. En het maakt niet uit wat voor fietsen. Dus van fixed gear tot dikke banden race. Ja, dat maakt het speciaal. Hier komen alle fietsliefhebbers naartoe, zeg maar. Er zijn inderdaad talloze soorten wedstrijden, waaronder dus de zogeheten fixed gear wedstrijden. Racen op de weg, zonder versnellingen en zonder rem. Nou, het is een baanfiets, maar in New York hebben ze bedacht dat je met een baanfiets ook pizza's kon bezorgen. En ze rijden zonder remmen door het New Yorkse verkeer en die zijn wedstrijden gaan houden. En ene Ivo Kinkel die heeft het hier naartoe gebracht, een Amsterdammer van Fast, en die rijden hier nou rond. En mijn zoon is er daar één van. En die zijn met een baanfiets, daar komen ze aan. Nou, laat ik het maar toegeven, ik schijt in mijn broek. Ja, dat zegt hij wel vaker. Maar volgens mij vindt het stiekem wel tof hoor. Dus, De Ronde van Katendrecht is een geliefde race op de fixed gear kalender in Nederland. Ook door de sfeer eromheen. Ja, het is wel een speciaal gevoel denk ik. Een van de grootste, bekendste races eigenlijk. Katendrecht altijd wel een van de highlights. Ze had lachen. Lachen en hard fietsen. In de wedstrijd gaat het wel hard naartoe. Ik denk dat je wel snelheden van 50, 60 haalt hoor. We gaan ook wel eens af en toe een elleboogje in, maar achteraf dan drinkt iedereen een biertje met elkaar en is het gewoon gezellig. De winnaar van deze editie is Olivier Leroy, vlak voor Luc Ducrot. Dit is Nol Bikker uit Noordeloos. Hij is helemaal gek op Kawasaki. Al 40 jaar verkoopt hij deze Japanse motoren. 40 jaar in het vak en ik ga nog zeker een jaar of 10, 20 door. Want ik voel me eigenlijk nog zo energierijk dat ik nog lang geen zin heb om te stoppen. Afgelopen weekend kwamen er 1000 bezoekers op Nols jubileumfeestje. Uit het hele land kwamen honderden motoren naar Noordeloos gereden. Ja, hartstikke leuk. Al die motoren, alle soorten, alle de diverse motoren die er staan, ja, dat is het leuke eraan. Ja, maar ik weet het ook niet. Via een vriend die zei van, oh, hier is een Kawasaki dag. Dan gaan we eens kijken. Het is niet alleen het motorrijden, maar ook de mens op zich is ook erg één team. Ja, de mensen, gewoon iedereen is gewoon klets met elkaar. Iedereen heeft gewoon goede zin en ja, dat is het leukste eraan. Ja, echt super gaaf. Het is alleen een beetje jammer dat er weinig vrouwen zijn. Dat vind ik wel een beetje... Ik had wel iets meer vrouwen verwacht. Om zijn jubileumfeestje nog leuker te maken, verzond Nol samen met zijn zus Gera een wereldrecordpoging voor alle rijders. Ja, we gaan proberen om hier 750 stuks Kawasaki's uit de polder te trekken. En die worden daar door de notaris geteld. Ja, we hebben het wereldrecord gehaald. Dus het Guinness Book of World Records is weer een stukje rijker geworden. Met 784 deelnemers. Ja, goed, dat is toch heel goed gelopen vandaag. Prachtig.
Woo!